Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Splinter Cell Conviction. Het geluid is wat harder als het goed is. Ik hoop dat het nou beter is. Ik heb het niet getest, om eerlijk te zijn. Want alles liep een beetje mis. Vorige keer was ik hier bij de Weapon Stash. En toen had ik 400 available points. Nou niet, want ik moest alles overnieuw doen. Want er ging iets mis met de save games. Dus dat is fucking great. En daarom moet die fase kapot. We gaan verder. Die lamp vertrouw ik niet. Die lamp ook niet. En hier raadt het al, die lamp ook niet. Klimmen, oké. Okay. Hey, jij daar. Niet telefoneren, hè, thuis het werk. Oh, horen kan ik ook niet, ik moet hier naar binnen. Zo, ik zei, ik hoop dus dat het geluid harder is. Ik weet het niet zeker. Ja, het is wel harder, maar hard genoeg. Wow. Dat is best wel een pad eigenlijk, nog steeds. Ah, zo. Peek under. Boss, what if he comes through the window? Then you shoot him. What kind of fucking stupid question is that? You get this straight. Nobody. Dat is een reling. Daar is die deur. Hij is een beetje bang voor ons. Ik denk dat het geluid nog steeds te zacht is eigenlijk. Easy there, boss. Tell me to take it easy. I'm ready. Are you idiots ready? I'm ready. I'm ready right now. Als ik eerlijk ben. Bash door, oprotten jullie. Oh, oké, okay, dat was niet zo'n goed plan. Dat had beter af kunnen lopen. Nou, overnieuw. Oké, pech door. Is niet zo fijn hier achter het ding zitten. Gelijk donker maken, dat is op zich het beste. Zo, dat was dat. En jij hebt ook vrij weinig, jongen. Je hebt zo'n paar kogels in je. Nee, ik ben niet bulletproof. Ben jij bulletproof? Denk het niet, hè? Staff, dank je. Nog één dude. En dat is... die dude. Volgens mij moeten we daar gewoon bij komen, toch? Ha, hier kom jij. Inderdaad. Ja, ja. I swear I didn't mean it. Then make it up to me. Tell me why you killed her. I can't tell you. All you can do is kill me. Hey, zie je deze piano? Ik ook. Piano vindt het wel leuk om een keer op gespeeld te worden. Zie? It was just a job. They just gave me a picture and told me to provide a body. That's all it was, a dump job. They isn't good enough. Who are you working for? Kan hij waarschijnlijk niet zeggen, interrogate. I'm still working for them. They'll gut me if I tell you. Ja. Sam Fisher ook, jongen. Uh-oh. Wat nou weer? Wat moeten we doen? Hey, kom eens hier.
about right now. Oh, hij is gewoon weggelopen. They're bigger than you. They're bigger than me. Aha. Wie zijn they nogmaals? Don't you see? They told me you were coming. Oh, fuck. Whoa. If you're talking to the Ice Queen, Fisher, I'd advise you to listen. She knows all sorts of things you'd be interested in. Yes. What took you so fucking long? Don't move! Hands in the air! That's it, Fisher. Nice and easy. Man, this is Ghost Hawk 1. We've secured Panther and are ready to return to base. All right, Grim. You get this one. But if it's a setup... Son of a... Oh, the fuck. Hey motherfucker jongen, jij gaat dood. Ik ga hem sowieso ophalen en nog een keer. Ik ga hem vermoorden. I'll be happy when we drop off Sleeping Beauty. So low breed. I saw his people out by his chopper ready to go. He's probably impatient. Look, Colonel Prentice, I got us here as fast as I could. Colonel Prentice, okay. Tom Reed's just not a patient man. Colonel, I don't mean to be pushy on this one, but I do need to talk to you about my pay. I was told Coburn was handling that. Well, yes, sir, but since there were these changes, you see, extra passengers with extra gear and a longer flight plan. Tell you what, Oscar. Take it up with Colonel Reed. He'll take care of you. It was. We zitten nou op een of ander bed dus, ziekenhuisjes achter bed. That's why they went to all the trouble of setting them up at Coburn's. That's why they tranked them and flew them back home. They needed him docile when they offloaded him at their private airstrip up in the Blue Ridge, because if they hadn't, he would have taken that place upon Okay. Duidelijk, dus hebben mij getranquilized, omdat ik anders hier alles naar de tering had geholpen. En nou dus niet. Blijkbaar. Omdat ik een beetje verdoofd ben. Oké, die dude gaat dood om onbekende reden. Major Robertson, we don't have time to chat. Our timetable says your men need to move. Everything's operational, Director Reed. We start deployment at 900 hours this morning. Good, keep things going on your end. I'm heading back to 3rd Echelon to prep things there. Oh, our people will be just fine. Never had any doubts. Now, gentlemen, if you'll excuse us, I need a minute with Miss Grimm's daughter here. Als het jij te kijken met je porno, snor. Major. Ach, daar hebben we die ginger weer. Die we in part 1 hebben gezien, echt gewoon in het begin. Fisher's all yours, Anna. You packaged him for us in Malta. You get to unwrap him here. Find out what he knows about the EMPs. How he knows it. And why he's been hunting EMPs? Mr. Coburn. Might take a while, Tom. He's been trained to resist interrogation. I'm authorizing you to use whatever persuaders you need, chemical or otherwise. Get the answers. Leuk. We hebben inderdaad training gehad om niks los te laten. En dat is Grim, die ginger. En zij mag alles gebruiken wat ze maar wil. Dus ook zoutzuur en andere rotzooi. Gezellig. Ik wou zeggen, volgens mij pak ze haar gun. Yup. Het leek er al op. Je zag al zo'n schijnbeweging. Of schijn, zo'n vage beweging. Reed's the new director, and he's working hand in hand with our hosts here, a PMC called Black Arrow. Je hebt erachter het hoofd van een Downey, wist je dat? Je hebt toch een Downey hoofd? Reed stonewalling the president. He's got serious political coverage from somewhere, and the president isn't getting anywhere through channels. We know they're in the final stages of prep for something very ugly, but what we don't know is what it is or where it's going down. Okay. Then again, you seem more interested in field work these days. Stop it. I need you to do this. The second I make a move, my cover is blown. But you're on the outside now. You are free to act. I don't do this sort of thing anymore. Tell that to the man you killed in Malta. Now, if you don't make it look like you escaped and attacked me, I'm dead. So make it look good, Sam. Hit me. Do what you have to. Okay, Downey. Full up your smoke. Let me remind you, I'm out of the game. You're not out. All it took was one hint about her. Only one hint about Sarah, and you dove right back in.
What do you know about her? Inderdaad, Downey, nou heb je een probleem. Maar dat wil ze alleen maar, zodat ik haar nog geslaan uit woede. Kan ze krijgen ook. Bitch. I know she's alive. How's that for starters? You're lying. She's dead. Lambert told me she was dead, and I take his word over yours. She's alive, Sam, and I know where she is. I've known all along. You're lying. Why should I believe? Inderdaad, gewoon vastgrijpen en vol met haar bakken staan op die tafel rammen. Oké, jij zit echt zo dicht in mijn close space, weet je dat? Move, bitch. Kom hier, jongen. Ik krijg maar toch een slag aan je hasses. You're not lying to me about this. I'll kill you. You understand me? I will kill you. Als dat maar duidelijk is. Oké, daar gaan we dan. Downey. Ah, was dat alles? Toch wel iets harder kunnen slaan, niet nou. Oké. Nog een keer. Oké, that'll do. Nee, dat is niet genoeg. Bij lange na niet genoeg. Inderdaad, je mulhouw jij. My car is just outside their security gate. It's a red T208. I disabled the GPS locator chip, so third echelon's birds can't find it. And take this snake cam. It's linked with this phone. The signal's encrypted. In case you get lonely. So I can set up a call with Sarah to prove to you that she's alive and unharmed. Now we need to get you out of here without them coming after you. C4 should help with that. There's yay, C4 is altijd leuk om mee te spelen. Game ziet echt op zich niet super Crysis-achtig uit. Maar wel gewoon mooi. Just pointed at the right people. Helemaal met gewoon hoe ze het hebben gedaan. Oh, wow, kijk, hij is aan het mikken op haar. Kijk, weet je hoe dat doen, Grim? Don't harm interrogation targets. Nou, hier dan. Kom dan. Even kijken door de deur natuurlijk. Oeh. Ah, slaap lekker. Get C4. Nou, als dat niet duidelijk is, dan weet ik het ook niet meer. En daar ligt de C4 zeker. Ging niet helemaal soepeltjes, maar... Het kan ermee door. Yay, C4, altijd leuk. Good. Now here's the plan. They may not be able to track my car by GPS, but they've got a chopper on site. That means they don't need to. Oh, nice. Hee, leuk speelgoed. Hop. You need to disable that chopper, or you're not going anywhere. Nou kan ik het niet lezen. Atom. Zo wel, plan C4 on chopper. Top. Geeft altijd het objective weer, dat is wel nice. Plan C4 op die chopper. We daar een turbine. Oh, domme, wat gebeurde daar nou opeens dan? Dat was raar. Ah, nou hebben ze me gezien hoor. Staff. Hey, weet je waar jij bent? Een stuk dichterbij bij 6 planken. Stef, ga naar die 6 planken toe jij. Hij dondert gewoon naar beneden en valt nog steeds niet dood ook. Oh, hier konden we ook aan. Kijk eens aan.
Had allemaal gekund. Hebben we alleen allemaal niet gedaan. We zijn er wel. Iedereen is dood. Valt er niet op. Toch gewoon de ding gebruiken, de helikopter. Zo logisch is dit. Grim, I've taken care of the chopper. Now I need to take down the field's electrical grid. Good call. Black Arrow jury-rigged the hell out of the original system when they converted the airfield from civilian use. So it's vulnerable. Even kijken, disrupt power control relay. Okay. One of the barracks had one put in, exposed inside the building. And that's my best bet. Weapon stash, yay! We hebben nog steeds geen punten, yay! Welk lampje maakt het zo fel? Dat lampje. En de maan natuurlijk, maar de maan kan ik vrij weinig aan doen, denk ik. Ik kan er wel op gaan schieten, maar dat zal niet echt helpen. Nou, die koplampen kunnen er niet uit, dat is oké. Daar zie ik eruit. Kut, zo jongen. Kut ding, dat ding is echt niet accuraat op langere afstand. Stef. Oh my god. Ja, dat was wel te verwachten dat we dood gingen. Dat ging gewoon niet lekker. Dat is een probleem. Als het echt misgaat, dan gaat het ook echt gewoon kats mis in deze game. Over het algemeen. Dan is het ook echt gelijk een directe nucleaire ramp, zo'n beetje. Kun je hier niet overheen klimmen? Nee, natuurlijk niet. Attention all personnel. The mess hall is now closed until further notice. Kom op, staaf. Zo, EMP grenade. Als het goed zijn alle lichtjes nou ook uit daarbinnen. Search the area. Je doet je best maar. Je bent aan een totaal de andere kant dan waar jullie zoeken. Zie? Keep your eyes open, people. This guy's getting clever. On the way. Ah, hier moeten we naar binnen. Oh, goedemorgen. Oh, dat ging fout. Hoe de fuck konden we dat anders doen dan? Dat klopt, de pijlen niet fout. Oh my fucking god, hele stuk overnieuw. Are you serious? Nou, nog steeds geen punt of wat dan ook natuurlijk. Attention all personnel. The mess hall is now closed until further notice. Kunnen ook rollen, hè? Wist je dat al? Als je het nog niet wist, weet je het nu. Kunnen rollen. Wee. Oh, goedemorgen. Wee! Goeiedag. Kom alleen maar even langs. Ha! Nee. Ik ben de stoute jongen. Daar kunnen we niet op schieten op die. Daar hou ik niet op. Employees only. Dat is één minder.
Oké, voor mij was dat het toch? Ja, mooi. Disrupt. Daar gaan we dan. Oeh, dat is meer dan disrupten. Dat is echt gewoon vannacht, Sam. Dat is niet de bedoeling. Reach Grimm's car. Waar dan, waar dan, waar dan? Hier, door, deur open, deur open, deur open. Nog steeds niks, zeker? Nope, nog steeds niks. Jee, nou hebben we wel opeens punten. Zo, dat ging nog net goed. Het is wel een mooi game, ik zeg, gewoon leuk. Nee, echt auto toe, hè. Moeten we nog meer doen dan? Oké, we moeten iets doen, OC4. Rennen, Sam, rennen. Ik heb geen tijd om hier in de dingen te blijven staan. Oeh. Maar ik zei ja, even een beroerde landing of niet dan? Waar is de auto? Oh, die kant op. Of wat moeten we doen? We hebben toch C4 geplaatst? Ah, dat werd onderbroken. Oké. Grim, the dish is taken care of. Then let's get you out of here in de volgende part. Laters.